Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, Vierhagen Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag willen we het even hebben over som 11 van hoofdstuk 3. Dat is wel een aardige som om even samen naar te kijken. Want er zijn wat technieken die je kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je tussendoor niet hoeft af te ronden. Dus hier hebben we de driehoek staan van som 11. Het is een rechthoekige driehoek ABC met AB is 10 en hoek A is 31 graden. En er zit er nog een driehoekje in, DBC, waarvan DB 8 is en verder weten we er eigenlijk niks van. En er wordt gevraagd om driehoek of om hoek ACD. Dus deze hoek hier, die is gevraagd. Nou ja, zoals ik net al zei, dit ding is gemaakt van twee driehoeken. Dus we hebben hier de grote driehoek. Ik haal hem er eventjes uit. Dit is ABC. En dit is 10. En dit is 31 graden. En we hebben ook de kleine driehoek. Dat is DBC. En daarvan is dit 8 en daar weten we eigenlijk verder niet zoveel van. Dus, die driehoeken hebben natuurlijk wel met elkaar te maken, want die BC dat is dezelfde zijde. Dus we zouden kunnen beginnen om die BC uit te rekenen. Als je hier een hoek hebt, dan was dit de schuine zijde, dit de aanliggende zijde, dit de overstaande zijde. Dus we weten de aanliggende zijde, we willen de overstaande weten. Wie doet het met de overstaande en aanliggende? Tangens. Dus de tangens van 31 graden is gelijk aan de overstaande gedeeld door 10. Dus BC is 10 keer de tangens van 31 graden. Dus nu weten we BC. En laten we dat even uitrekenen. 10 keer die tangens van 31 graden, zodat we ons er wat bij kunnen voorstellen. Zorg er in dit hoofdstuk voor dat je rekenmachine op graden staat. Die van mij staat nu op radian, maar je moet hem dus op degree zetten. En dan kan je gewoon intoetsen wat je wil. Dus 10 keer de tangens van 31 graden. Dat is 6,00 nog wat. Dus dat noteer ik als 6,0 puntje puntje. En ik sla hem even op. Ik doe dat door op de knop stoten drukken. En ik denk ook dat het goed is als jullie ook even de rekenmachine kunnen zien. Zo. Ik doe dat door op de knop stoot te drukken en dan een letter, dus bijvoorbeeld alpha mat, dan krijg ik een A. En dan zit dit getal, dat is dan opgeslagen in A. Dat betekent dat als ik hem later nodig heb, dat ik op het bord gewoon een 6,0 puntje puntje kan schrijven, maar dat ik op de rekenmachine een A intoets. Oké, dus dit is 6,0 puntje puntje en dit is ook 6,0 puntje puntje. Mooi. En verder, dit was een rechthoekige driehoek, die is 90, die is 31 graden. Deze hoek kan ik gewoon uitrekenen. Hè? Dus ik kan zeggen, hoek C is 180 graden min 31 graden min 90 graden. En dat is 59 graden. En dat volgt uit de hoekensom van een driehoek. Oké, dat is leuk. Dus deze hoek weten we ook. En als we dan dit hoekje willen weten, hoeven we eigenlijk alleen nog deze hoek uit te rekenen. Die hoek C in driehoek DBC. Maar we weten nu deze twee zijdes. We weten die 8 en we weten die 6,0 nog wat. Dus we kunnen zeggen, de tangens van de hoek C in die driehoek, dus dat noem ik eventjes BCD. Hè, dat was die hoekennotatie waarin de hoek de middelste letter was en BC en CD dat waren benen van de hoek. Dus dan is er geen verwarring tussen deze hoek C en die hoek C. De tangens van die hoek is overstaand gedeeld door aanliggend. En omdat je hier de hoek hebt, is dit de overstaande en dit de aanliggende. Dus je krijgt 8 gedeeld door 6,0 puntje puntje. En die hoek is dus gelijk aan de shifttangens van 8 gedeeld door 6,0 puntje puntje. Dus dat kan ik ook intoetsen. Dus shifttangens van 8 gedeeld door die A, hè, want ik had het in de A gezet van mijn rekenmachine. En dan kom ik uit op een hoek van 53,0 puntje puntje graden. Als je de puntje puntje notatie gebruikt, ga je niet zitten afronden, maar dan stop je gewoon met opschrijven. En dan zeg je van, nou oké, die is 59 graden, die andere was 53,0 puntje puntje graden.
Dus dan kan ik die hoek DCA berekenen door de grootte min de kleinte te doen. Dus eventjes netjes. Hoek DCA is gelijk aan hoek BCA min hoek DCA. BCD. En dan kom je uit op 59 graden min 53,0 puntje puntje graden. En ja, dat kun je natuurlijk ook gewoon met ans doen. Dus je doet 59 min ans. En dan kom je uit op 5,9 graden. En dat is de gevraagde hoek. Nou, al deze sommen gaan zo'n beetje zo op deze manier. Dus hou er rekening mee dat je tussenantwoorden niet gaat zitten afronden, maar dat je ze opschrijft met puntje puntje. En je kan de geheugens van je rekenmachine gebruiken om die tussenantwoorden op te slaan, zodat je er makkelijk mee kan verder rekenen, zonder dat je helemaal hoeft in te toetsen. Dus, dan gaan we even afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. 10 halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.